tweede kerstdag. Vegetarische gourmet. It is. Hoi, goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Yay, de vakantie is begonnen. En Yola, hoe heb je geslapen in je nieuwe bed? Nou ja, nieuwe bed nog niet, maar je nieuwe matras. Jingle all the way. Oh, it finally is to ride in a one-horse-open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it finally is to ride. Kerstboom aan en ontbijten en dan gaan we weer aan de slag met Bart. Om Bart aan de slag te krijgen met de tuin en het afval. Ik wil weten wat dit is. Nee, ik had deze had ik op de keuken gelegd. Want dit is de oude die ik heb gebruikt met Yola. En ik ben even aan het kijken of, ik die weer ga gebruiken. En Yola heeft geen idee wat het is. Nou, kijk. We gaan even kijken of die het nog doet. Na 7 jaar. Na 7 jaar. 8 jaar bijna. Huh? Ja, hij doet het! Voel maar. Dan wordt het zo eruit gezogen. En dan kan je hem harder zetten. Dan zuigt hij zo. Kriebelt! Hallo, daar zijn we weer. Vandaag niet veel gevlogd. Want het is zaterdag en Yola was lekker aan het chillen in haar pyjama en ik was lekker Bart aan het opruimen. Bart aan het helpen met opruimen. En net even lekker middag gegeten. En we gaan nu kerstinkopen doen. Boodschappen. Heel veel boodschappen. We gaan eerst even wat cadeautjes kopen nog voor twee eerste kerstdag. Kerstavond gaat Yola naar de vader en dan gaan wij ergens uit eten. Dat is dus morgen. En dan eerste kerstdag gaan we naar de familie van Bart van zijn vaders kant. En tweede kerstdag krijgen we allemaal vrienden te eten bij ons. Dus daar zullen we vooral boodschappen voor nodig hebben. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go with the flow. Let's go with the flow. Kerstcadeautje voor jezelf uitzoeken. Hoe leuk is dat? Ik mag één kerstcadeautje uitzoeken. Ja. OMG. Kijk, dit is zo'n die is leuk. Om je vinger doen en dan kan hij nee schudden en dan gaat hij slapen en zo. Yola en ik gaan vegetarisch gourmetten, tweede kerstdag. Deze kunnen we goed gourmetten. Die balletjes, ja, die kunnen we ook gourmetten. Hey, ik ben En deze kunnen we ook lekker op de gourmet doen. Gourmet? Gourmet. Steengril. Hey, zullen we dit ook nog even meenemen? We weten nog niet hoe lekker het is, maar dat gaan we maken. Vegetarische gourmet. It is. Champignon ragout, Bart. Voor mij. Oh, wat een leuk cadeautje ben je. Ta-la-la-la. Oh ja, we hebben wc-papier nodig. Wc-papier om je billen mee af te vegen. Ja, waar anders voor? Waar heb je anders wc-papier voor nodig? Is dat zo gek? Nee, is dat zo gek? Voor je duim of zo. Oh ja, als je een mondje hebt. Om te maken. Chips te maken. Hebben we wc nou. Met dingen. Het is om te bakken en. Ja, is goed hoor. Proberen we het. Extra zacht. Extra zacht. Oh, zet ik hem wel? Nee, oh. Bart. Dus mag ik niet, er zit drank in. Ja, des te meer heb ik. Zo, nou. De boodschappen voor één dag dat we eigenlijk moesten koken. Nou. Oh my gosh. Ja, dit is wel voor de hele kerst hoor. Voor de hele kerst, ja. Dat is echt heel veel. Ik maak vandaag weer even een van onze favoriet. En dat is aardappelstampot.
oh nee, hoe noem je dat? Sorry. Andijviestampot. Met aardappels. En jus. En vega burgers. Vega spekjes. En vega ballen. Gehaktballen. Eeuw. Nog nooit geprobeerd. Weten we niet of we die lekker vinden. We gaan het proberen. Hoezo eeuw? Vega gehaktballen. Misschien is het wel vet lekker. Die is dat. Oh. Die is voor mij. Dit is wel echt het momentje van de dag waar ik mij heel erg op verheugd heb. Salut. Vandaag lekker een film gekeken samen met Jola. Achtste groepers huilen niet. Waarom? En met mij. En met Bart. Sorry. Bart heeft ook meegekeken. En ja, we hebben eigenlijk niet zoveel gevlogd volgens mij. Maar ja, zo gaat het soms op zulke dagen. Ben je gewoon even gezellig met elkaar. Misschien dat dat de komende dagen wel meer gaat gebeuren. Of misschien ook niet. Ik weet het niet. We gaan nu in ieder geval weer verder met chillen. Tot morgen in een nieuwe vlogmas. Dankjewel voor het kijken. Abonneer voor meer. En later.